Strepen, dat in een helder mensje. Ja. Helemaal strepen, 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 strepen. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag, ja, 14 maart 2019. Ja, ja, en Willy die komt straks weer. Maar ik ga eerst even met de meisjes lopen. Ik heb de computer nog niet aan. Ik denk dat komt wel als ik weer terug ben. En we gaan eerst lekker even naar buiten. Het is 12 à 13 graden. Google zegt 13. Kijk wat deze zegt. Ook 13. Maar het waait nogal. Het voelt als 10. Dus ja, ietsje minder. Maar de wind staat hier in de verkeerde hoek, heb ik al gemerkt. Dus het is koud ook nog eens een keer. Ja. En dat doet de wind. Ja, echt wel. En dan zeggen ze wel, het voelt als 10. Nee, klopt ook niet. Hier in Den Helder tenminste niet. Nee, dat klopt gewoon niet. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. We gaan gewoon lekker even lopen. Nee, meisjes? Ja, ik zit hem op de loopapp al zo vast. En die zegt dat ik 28 stappen heb gedaan. Ja, maar hoe loop? Ik doe er wel meer hoor. Maar ja, wat die stappen aangaat, dat deugt voor geen meter. Nee, echt niet. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. Ik ga eventjes lekker het zonnetje in. Want het is prachtig mooi weer. Nou ja, de lucht is niet mooi. Er gaan weer strepen door de lucht, dat wil je niet weten. Vliegtuig gaat er voorbij, zie ik, met een streep. Nou, in die streep, wat zit daarin? Nou, dat weten jullie zelf wel. Maar ook allerlei andere strepen. Nou ja, hoe die strepen erin komen, jongens mag het weten. Ik laat jullie hier daar trouwens niet zien, want het kan gewoon daar niet meer in die zon. Die zon die staat daar. Gaan we eventjes die kant op. Ja. Even koekeloeren. Oh, dat is de karol. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar dat is dus niet normaal meer. Dit soort bewolking is dus tegenwoordig niet normaal. Nee. Sinds dat ze dit kunnen maken, is dit niet normaal. Want dit hadden wij vroeger niet op deze manier. Dan zeggen ze dat het uit elkaar gewaaid is. Ja, amahoula. Nee, dat is niet uit elkaar gewaaid. Echt niet. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, komt allemaal wel weer goed. Mijn grote meid, die haar darmen die zijn door de war, die hebben oorlog. Niet dat ze rammelen hoor, ik hoorde niet, maar ze heeft al 3 keer gepoept vanochtend. Hoe dan? Hij heeft ze nooit gedaan. En gewoon normaal hè, niet dun, nee, gewoon stevig. Hé kind? Ja hè, ben lief. Ja hè. Ja, nou ik weet niet eens of ik dat zeiltje had laten zien, dat heb ik. Ja, gisternacht al gedaan. Niet afgelopen dan, maar gisternacht, voordat ik naar bed ging. Heb ik het gedaan. Ik weet niet of ik jullie het laten zien, ja of nee. Kun je nagaan waar ik met mijn hoofd ben. Bij mijn lieftallige dochter. Ja, die gisteren geopereerd is. Maar ze is al wel weer thuis, gelukkig. Dus ja, ze zal vandaag, zou ze me bellen. Ik bel haar niet, je weet nooit niet of ik er dan wakker bel, ja of de nee, of weet ik van wat. Dus ik laat haar bellen, ik doe het rustig aan, dat meisje moet weer opknappen, heen gaan. Ja, nou ja, meisje, het is ook alweer een vrouw natuurlijk, maar het blijft toch mijn meisje. Ja.
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, allemaal strepen. Dat in Den Helder, mensen. Ja. Helemaal strepen, 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 strepen. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Nee. Bah. Vies. Ga op de bank. Ja. Doe even normaal, joh. Oh, normaal dan hoor. Ik doe niks. Ga mijn koffie drinken. Weet je goed? Ga spelen dan. Ga naar spelen. Ik ga pakken. Ik ga pakken. Ik ga pakken. Pakken, pakken, pakken. Pakken dan. Je deugt niet. Ga je spelen, pak ik de camera erbij. En dan speel je niet. Je bent gewoon de wouw, jij. Ja, en die kwamen met lopen weer tegen. Ik had hij liep helemaal aan de andere kant. Hij sloeg eerst de... Hij had twee honden. En weet ik van wat die ene hond is... Die is iets groter dan Rijk. Nee. Ja, iets groter dan dat Rijka is. Ja. Maar kleiner dan dat Elwing is. En dan heeft hij nog een hond en dat lijkt op een Lassie. Ja. Enkel dat is qua grootte geen Lassie. Dat is ook een kleintje nog kleiner dan Elwing is. Okay. En die sloeg hij eerst altijd. En dan ga ik hem met een stok, hè. Hij had altijd een stok mee. Ja. En dan ga ik hem voor gewaarschuwd. Ik zei ook, ik zeg, voor hetzelfde geld kom ik op de booster tegen. Ik zeg, dan kom ik je achterna. Nou, en dat doet hij nou ook niet meer. Hij heeft me wel naar me geluisterd. Ik zeg, als je nou eens naar YouTube gaat, ik zeg, dan kun je heleboel filmpjes vinden hoe je een hond op moet voeden. Ja. Maar die ene hond, die blaft en die blaft en die blaft en die blaft me. Daar word je ook hier wietjes van. Ja. Ja, want nou is Rijker nog rustig bij. Je bent een gekkie, joh. Waarom ga je nou niet spelen? Natuurlijk niet, ze merkt toch dat u gaat opnemen. Ja, dat heeft ze zeker door. Ja, jullie horen het wel, Willy is er ook. Ja, dag Willy, dag Schat. We leven nog. We leven nog. Ja hoor. Mooi. Willy heeft nog koffie staan, ik heb het al op. Maar ik had het eerder ingeschonken, ja. Mafiosi. Gek beestje. Ja. Nou heeft de Rijkaard weggehaald, hè. Ja, eigen schuld. Dikke bult. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer hier lekker verder. Toedeledokies. Zo, lieve vrienden. Ja, ik schrik ervan. Het is alweer 17:46. Ja. Ik was gewoon eventjes helemaal lekker bezig voor mezelf dingetjes doen wat ik wil. En ik denk, dan komt de rest straks wel. En ineens vond ik het koud worden. Ik denk, boom. En ja, ik had de kachel uit. Tussen de middag had ik hem al uitgezet voordat Willy kwam. Dus ja, nou werd het mij toch wel te koud. Mijn hele rechterhand in steen, koud. Ik zou visite krijgen... de ene die laat het wel weten en die komt dan morgen als het goed is. En dat is Marianne. Claudia die zou wel rempel vanmiddag komen. Maar die heeft zonder wat af laten weten, zonder wat te zeggen, boe of ba of wat dan ook, is ze niet gekomen. Dus zou rond een uur of twee komen. Ik heb rond de deur of vier haar eindelijk eens een keer een appje gestuurd van waar blijf je? Was het helemaal vergeten, ze was op de werk. Ik dacht, ja hallo, leuk hoor. Ik laat het me weten, dan weet ik waar ik aan toe ben, weet je. Dan kan ik zo kwaad om worden, maar het is de zoveelste keer dat zij mij laat zitten. Nou,
Ze kan nou wel van mijn part wegblijven. Zondag of maandag. Nou, maandag ben je, moet ik zelf weg. Ja, zo simpel. En zondag ben ik ook weg. Ja, ga ik naar mijn broer toe, denk ik. Of zo, weet ik van waar naartoe. Maar zondag is toch mijn dag. Ja, dan wil ik ook eventjes door op kunnen. Met mooi weer uiteraard, want als het slecht weer is, ga ik niet. En vandaag, ik had nergens zin in. Ik zou eerst wel even weg, maar ik denk, poeh, nee. Blijf lekker thuis bij mijn meisjes. Ik ken nog vaak genoeg weg. En ik denk, nou, blijf dit keer lekker even bij mijn meisjes. Willen ze aandacht, kunnen ze bij me komen, weet je. Dus, hè meisje? Hallo, mijn kind. Hallo, kwam jij even omhoog? Je lag lekker te slapen, hé. Hoe doe je dat? Hé, je lag zo lekker te slapen doen. Ja, en jij ook, hè. Moeten jullie koekje? Ja? Zal ik eens even zien of dat allemaal gaat? Ja, en voordat ik jullie uitgelaten ga, ik eerst een bakje koffie doen, want ik steek van het dorp. Ik geef ze nou beide heel. Ja, allebei heel. Dus niet in stukjes. Jij? Nee, moet ik hem breken alsnog. Ja, jawel hè, met een kleine bek. Zo, alsjeblieft. Nou, jij hebt het zo, huppeta. Hé? Grote meisjes. Oeh, wat lekker allemaal. Ja. Echt lekker, kind. Ja. Nee, dan moet je wel dicht willen. Zo. Dus ja, dat dus, hè. Ja, dat dus. Oeh, is dat lekker, lekker hè. Lekker hè. Ja, er was er eens een keer een vraag nou of er geen gewoon een normale snacks in huis zijn. Jazeker. Jazeker. Maar dan zijn we zuinig, zeg maar. Hè? Ja, dit is goedkoper dan die snacks die we krijgen. Ja, er zijn twee zakken met snacks. Eentje hebben we van tante Mario gehad. En de andere heeft vrouwtje gekocht. Ja, hè? Ja, nou? Of niet dan? Heb je ook nog wat te zeggen? Heb je nog wat te zeggen? Nee, heb je niks te zeggen. En kom met je bekje aan het likken. Oeh, was het zo lekker dan? Was het zo lekker dan? Ja? Malemijn. Hé? Oeh, grapen. Er komen wel twee gehaktballen achter elkaar erin. Hé? Jo. Dus, nou ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En tot later. Daar zit er dus weer een merel in die boom, maar ik weet het al niet waar. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik hoor hem wel. En ik hoop dat ook jullie hem mogen horen. Ja, ik zag het vliegen. Het is nou naar het dak gegaan. Nee, we gaan weer naar binnen. Om
Dus ik ben net met de meisjes uit geweest. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bedje toe te gaan. Dus ja, ik wens jullie allemaal natuurlijk een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik wens jullie ook allemaal een hele mooie zonnige dag toe. Ik weet het niet, ik ben geen weergod. Nee, daar bemoei ik me allemaal niet mee. Als ik daarop kijk, dan is het daar ook 13 graden bij Google. En ik zal mijn telefoon er even bij pakken. Oh ja, ander hoesje. Moet ik maar wennen. Huppata. Zo, daar even kijken wat die zei. Nou, later, kom op joh. Ja, er staat een wind, dat had ik al gemerkt, ja. En het blijft maar draaien, hè. Ja, 13 voelt als 10, maar het blijft maar draaien. Ja, hè. Ja, 13 graden voelt als 11. Nou ja, toppie. Ja, toch? Helemaal geweldig. Nou, dan gaat die weer uit. Voilà. Die weg we daar neer, haal ik zo meteen de stekker er even uit. Maar in ieder geval, ik hoop dat morgen mooi weer wordt. Niet alleen nog voor jullie, maar ook voor mij en voor de meisjes. Gewoon voor iedereen. Ja, voor Jan en alle man. Wens ik gewoon een prachtige mooie dag toe. Ja, met veel zonneschijn, geen strepen in de lucht, want dat is allemaal vergif. Hoe heet het? Ze zeggen dat het van die vliegtuigen afkomt dan. Ja, oké, die strepen heb je ook. Maar ik zag een vliegtuig gaan. En de lucht was eerst helemaal egaal blauw. En ineens zie ik het zo opkomen. Ik denk, ja, hoe dan? Geen vliegtuig in de lucht. Later zag ik een vliegtuig met een dunne streep er dwars doorheen. Maar voor de rest geen vliegtuig. Ik heb één vliegtuig op dat moment gezien. Nou ja, daar denk je ook van, hè? Het wordt dus gemaakt, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, nogmaals welterusten en geniet van jullie nachtrust. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei!